Slim deze. Dan heb ik de hek laten naaien. Ja. Zo, maar ik vond hem niet te gekke duur. 3,99. En we gaan weer graaien om te kijken. Een bakje, hè? Ja, dit is een bakje, zie je dat? Kip shawarma. Zo, lieve vrienden, een hele, hele goede middag. Ik ben er al geruime tijd eruit hoor. Maar in ieder geval als eerste een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En dat ik net pas erin kom. Dat is de eenvoudige reden. Druk, 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 druk. Huishoudelijke hulp is al geweest. Die is alweer weg ook. Ja, en ja. Die lacht mij niet zo heel erg. Nee, ja. Ik weet het niet. Ik heb daar ook geen woorden voor hoe ik het uit moet leggen. Dus laat maar zitten. Maar in ieder geval, ze moest niks van dieren hebben. Ze was boos op de baas die haar hier naartoe had gestuurd. Want ze was allergisch. Ze had astma. Ik denk, ja, ho, ik heb COPD. En dat is ietsje pietje erger dan astma. Ik heb het zelf ook gehad. Ik heb bronchitis en alles met elkaar gehad en dat schijnen ze nu in dat vakje COPD gestopt te hebben. Ik weet het niet, geen verstand van. Maar in ieder geval, ze moesten niks van hebben, ze moesten wegblijven en dit. Het kattenbak wou ze niet doen, dus dat ik zelf moeten doen, wat ik ook niet mag. Ik weet, astmatische mensen mogen het in principe ook niet. Maar niet mogen en niet doen. Dat is twee verschillende dingen. Ik bedoel, je mag ook niet stelen, wordt toch ook gedaan? Ja? Nou, mensen moeten tegenwoordig een mondkapje op. Dat wordt ook niet allemaal gedaan. Die krijgen een boete. Maar in ieder geval, ik ben met filmpjes bezig om mijn mappen te doen. Dan kan ik zometeen ook weer een vlog in elkaar zetten. Maar ik moet ook boodschappen doen. Dus dat ga ik eerst doen. En dan als ik terugkom met de hondjes weer uit en daarna met de vlog. Maar nu ga ik eerst naar het kleinste kamertje die ik hier heb, want anders gaat het met mij ook niet goed. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag en doe het met een lach. Wees het zonnestraaltje in huis, dat doe ik ook. Daar is het mooi weer, daar komt er een donkere lucht aan. Ik kan er ook niks aan doen. Maar in ieder geval, geniet ervan. En tot later. Doei! Ja, lieve vrienden. Ik ben helemaal buiten adem. Jeetje. Eventjes boodschappen gedaan. Mijn hemel. En ik heb de booster buiten laten staan. Want ik heb ook nog een tas te goed te koop besteld. Dus ja, die kan ik vanavond ook ophalen. Maar nou is het dit uitruimen. En een plekje geven. Ja, en er zit ook al een hoop bij voor de feestdagen. Ik heb toast en... Oh, dat was de grond. En kijk eens, een lekkere rollade. Misschien krijg ik nog wel eentje. Je weet het niet wat er in de tekortekota zit. Nee. Maar ja, dat zien we dan wel weer. Ik doe het eerst even in de koelkast, want ik weet niet of wat er in die tas zit. En weet ik dat, dan gaat het in de vriezer. Ja, toch? Ja, slim deze. Dan heb ik de hek laten naaien. Ja. Zo, maar ik vond hem niet te gekke duur. 3,99. Dus ja, lekker. Ik heb het, ik weet niet hoe lang niet meer gehad. Dus ik ga die tas uitruimen. Nou ja, brood, dat hadden jullie al gezien, want dat viel er al uit. Helemaal. Nou, dat ga ik gelijk opruimen. En dat die kant op. Upsie. Ja. En dan komt die erin. En zo. En dan moet die om mijn bocht. Die moet om mijn bocht. Hup. En zo. En dan kan dat wat meer in. Ja.
Ja, dat moet ook in de vriezer. Maar... Ja. Oh, ik vergeet hem te laten zien. Dat is dit. Dat is ook lekker. Ja! Echt waar. Dat is lekker. Ik pak niet aan de kant. Ik aan de kant, ik pak. Zo. Nou, even dicht. Nou, ik ben dus momenteel verslaafd, als het ware, aan de kaasknabbels. Want ja, de chips vond ik toch niet zo lekker. Ik haal eens wat anders. Nou, toen heb ik een zakje kaasknabbels gehad en ik dacht, ja, het is weer wat anders dan chips. Lekker. Ja. Dus. Maar ja, en je krijgt bezoek vanavond. Heel misschien krijg ik ook weer bezoek, maar dat is nog niet zeker. Maar dat zal dan Karin en Roderick zijn, maar dat is nog niet zeker. Nee. Dat gaat naar de kast toe. Nou, paddenstoeltjes, champignonnetjes. Lekker, 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 lekker. Ja, heerlijk. Gaat ook in de koelkast, maar dat zet ik nou eerst daar neer. Dan heb ik de toast. Dat kan in de kast. Ik heb 2 bakjes met salade voor toast. Ik heb eieren in huis. Ik heb gevoelde eieren maken. Nou, twee zakjes van kaasblokjes. Zit ook in de koelkast. Ik heb de 2 laatste maar gepakt. Ik denk ja, het is zo van feesten pakken. Nou, 2 in de waren de laatste. Dus ja. Corona weer. Lekker, lekker, lekker. Ja. Heb je het niet en toch heb je het. Ja. Ja, toch? En het is wel zo lekker. En weer peentjes, ja, maar een tube mayonaise om de boel te versieren, je eten. Deze is voor vanavond, lekker, heb ik zin in. Ik heb ook nog eigen gemaakte soep in de vriezer staan, dus een salade, dat voor 1, rundvleessalade. Uiteraard een Bounty. Patat frituskruiden heb ik al gehaald. Hebben ze er niet. Dan moet ik mee naar de toko winkel met die potten. En dat vergeet ik steeds. Nou, dan heb ik vleeswaren. 2 maal ham en 2 maal salami. Dan heb ik... Een blikje ananas en een blikje cocktailwasjes. Lekker ook. Dan heb ik ook voor vanavond, oh nee, ik eet vanavond soep met broodje. En dit eet ik morgenavond, preistampot. Ja, daar ga ik ook zin in. Nou ja. Ik heb nooit geen prei in huis, want ik weet, omdat het slinkt zo erg. En ik weet nooit niet hoeveel prei ik moet kopen om voor 1 man of voor 2 man iets te kokerellen. Dat deed vroeger wel, maar ach ja. Mijn mannetje maakte dan altijd een prei schotel in de oven. Ja, en... dan heb je niet, veel, niet al te veel nodig, maar het slinkt zo vooraf. Als je het als gewone groente wil hebben, gewoon groente en aardappel apart, weet je. Nou is het een stampot, maar ik wil dat toch weer eens eventjes oppakken om te zien hoeveel heb ik voor 1 persoon nodig. Want het slinkt zo, daar had bijna niks over, daarom. Nou, dan heb ik uiteraard nog weer een fles wijn erbij. En die kan daarboven een fles haarlak. Ja, ik heb altijd Prozet. En ik had eerst de paarse fles, maar nu heb ik de zwarte. Ja. En eindelijk vond ik weer wat. Ja. Een
Ik heb niet meer. Nee, dan moet je toch weer nieuwe hebben. Want dan moet ik dat steeds met een knippertje doen. Nou, dat is ook lastig, want dat ding, dat is stuk, dat wil niet die andere. Ja, dan is de tas weer leeg. Dus die kan straks weer mee. Als ik de korte kooltas op kan halen. Ik heb mijn jas ook al expres laten leggen hier. En mijn sjaal, dat hangt op een stoel. Dus ja, dat is het zo'n beetje, lieve vrienden. En dan is het straks, dus nee, het duurt nog even. Ik geloof dus 5 en 6, zoiets. Ik krijg dat het seintje ook. Daar naartoe zeker? Nee, daar. Om 17 uur begint de ophaaltijd. Die begint om 5 uur, dus ik heb nog even. En dan moet ik zelf switchen. Oeh, vind ik ook lastig zo in. Ik weet niet hoe het waarom het precies werkt. Maar ja, oké, komt goed. Hou vol goede moed. En ik had weer de camera aan, hè. Ik heb 1 keer eerst Rijka horen piepen weer. Ja, maar toen keek ik, want ik kijk niet continu. Ik heb hem wel aan continu, maar ik kijk niet continu. Dus in ene hoor ik nog meer. Ik denk, wat doen ze nou? Waren ze heel ruw aan het spelen. Ik zei, nou is het klaar, over. Toen is het stil geweest. Toen hoorde ik Rijka even piepen. Was in de slaap. Kan gebeuren, daar kan je ook niks van zeggen. En later hoorde, toen zag ik helemaal niks, maar toen hoorde ik Elwing een beetje janken. Ik denk, oh, dat is ook niet nodig. Dus toen heb ik ook eventjes gezegd van, nou klaar. Simpel. En dan is het ook over, weet je. Dus hij moet niet zitten te zeiken hiernaast. Want ik hoor de klok, hoor ik meer slaan dan ik de dieren hoor blaffen of janken. En als Elwing al jankt, dat is nog zachter dan dat mijn klok slaat. Nou, dan weet je het wel, ja toch? Dat hij moet niet zitten te zwammen uit zijn neusharen, nee. Ja, ook dat kan, kennelijk. Je hoort het, ik zeg het. Maar ik ga mijn boodschap opruimen, lieve vrienden. En ik zou zeggen, tot later en geniet ervan. Ik kom terug met de Tekoet Tekotas. En dat laat ik jullie ook weer zien. Ze zegt, tot dan, doei! Ja, lieve vrienden, ik heb de tas dus al opgehaald. Het zit in deze tas, zit die plastic weer, maar ik ben ook al met de honden weer uit geweest. Dat heb ik ook allemaal alweer gedaan en ik denk, nou eventjes bijtanken. En nou gaan we die tas even openmaken. We gaan die even daar op de grond, daar heb ik zo meteen wel op. En we gaan weer graaien om te kijken. Een bakje, hè? Ja, dit is een bakje, zie je dat? Kip shawarma. Dus dat is de vegetarische slager, kip shawarma. Dus dat is niet echt kip, maar vegetarisch vlees. Maar het moet daar wel naar smaken, hè? En dat kost normaal gesproken €4,29. Taal 3,99. Dat is met 1 pakje hek die hele tas er al uit. Ja, hoe doe je dat? Gaan we weer graaien. Dat is plat. Vleeswaren. 2,52. Dus ja, dat is frikandeau. Lekker. Gaan we weer graaien. Roerbak grond met champignons. En daar staat helaas niet een prijs op. Waarom ze dat niet doen? Ja, dat staat in die koeler, hè, die prijsjes allemaal. Maar in ieder geval, dat weten jullie denk ik wel. Ga eens even van die tas af, dames. Daar heb je niks mee nodig. Voilà. Dus ja, die erbij. Gaan we weer graaien. Een hele grote zak. Ah, boerenkool, maar daar ben ik gek op. Je hoeft niet eens iemand stampen te doen. Je kunt ook roerbakken. Ja, heb ik ook al een keer gedaan. Nou ja, die is 99 cent. Dames, kan het even geschikt worden?
Nou, gaan we weer graaien. Het is ook groot en een zak, maar ik weet niet of ik hem pakken moet. Of jeetje. Oh, dit is worteltjes met, weet ik veel, groentenfrietjes. Heb je er wel eens van gehoord, groentenfrietjes? Mix van gesneden peen en zoete aardappel en koolraap. Nou, lekker. Lekker koken. Ja, gewoon koken, meer niet. Nou, dan hoef je niet deze niet te malen aardappels erbij, want het zit er al in. Dus het is worteltjes, zoete aardappelen. Ja, en dat verschil zie je niet qua kleur. En dan koolraap, dat is witte. Kan jullie dat zo zien? Ja, hè? Nou, dat kost normaal gesproken 2,99. Heb je nog een zak? Peen en uien. Dat is ook lekker. Ja. Hij is leeg. Hij is leeg. Nou, een goede zak, hè, voor 3,99. Wie doet je wat? Zo dan. Nou ja, dan gaan we dat weer zien in te ruimen in de vriezer en in de koelkast. En dan merken we dat het wel. Ja. Dus we gaan er lekker van genieten. Ik kom voorlopig niet meer boodschappen te doen. Enkel dan voor de dieren boodschappen. Dat bijhouden. Nou, komt goed. Ik ga nou lekker aan de soep met een broodje. Ja. Iets anders wil ik nu niet. Geen zin in. Nee. En dan heb ik vanmorgen, maar ja, dat is vers, dus ik kan beter dit doen. Ik laat vanmorgen die stamppot prei. Ik kan morgen dit beter doen. En dan overmorgen die stamppot. En dan gooi ik dit even in de frisser. Nee, we zien wel. Ja, toch? Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie avond. En smakelijk eten als jullie nog eten moeten. Een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, tot dan!